leuk dat jullie weer bij deze nieuwe video zijn. Ik heb weer even iets ander beeld, want ik vind dat beeld van die andere camera echt even niks voor nu. En dit is even een wat kortere video. Ik weet ook niet of ik iets kan laten zien, want ik heb vakantie. Ja, en ik ga vandaag op vakantie voor 5 dagen. Dus wat ik eigenlijk wou zeggen is dat ik in die 5 dagen geen nieuwe video ga posten of kan posten, want ik heb geen pc bij me. Ik kan wel gewoon op een vakantie filmen, want ik neem deze cameraatje mee. Om te filmen als ik bijvoorbeeld, weet ik veel, iets leuks heb gedaan. Of een leuke winkel ben tegengekomen, weet je wel. Een soort van mini vakantievlog. Ik denk dat dat wel leuk is. Maar ik dacht, ik laat het jullie wel even weten dat ik op vakantie ben. Dat jullie even geen video kunnen verwachten. Want dat is gewoon lastig. Ik heb trouwens een Funko die ik kan laten zien in de tussentijd. Om deze video iets langer te maken. Ik had voor het eerst een Funko tweedehands gekocht. Doe ik eigenlijk nooit. Maar deze was valued en nergens meer te krijgen. En als hij ergens te krijgen was, was hij echt kapot duur. En ik wou hem heel graag hebben. Dus ik heb hem voor een leuk prijsje over kunnen nemen. Hij staat achter me. Het is de 7-pack van BTS. Ja! Ik ben echt gewoon al een tijdje fan van... Oh, stof. Nee, ik ben niet fan van stof. Van BTS. Maar ik ben pas sinds kort echt vet goed aan het fangirlen. Dus ik dacht, dan kan deze niet ontbreken. En het is Funko, dus het past ook nog goed bij mijn collectie. Ik ga ze er niet uithalen. Want ik vind het heel erg mooi en origineel tot ze met z'n zevenen in de verpakking zitten. En het zit nog helemaal dichtgeplakt. Dus dat is ook wel heel awesome dat het niet is geweest, dat die er niet uit is gegaan. Maar dit zijn ze dus allemaal... En ik weet niet precies wie op welke plek staat uit mijn hoofd. Maar ik weet wel alle namen. We hebben Jimin, J-Hope, Suga, Jin, Jungkook, RM en V. En oh my god, ik ben heel blij. Er zitten waarschijnlijk niet veel BTS fans hier in mijn abonneelijst. Maar dat maakt niet uit. Ik ben blij en daar gaat het om. Ik zal wel met jullie samen de waarde opzoeken. Want die... blijft erg hoog liggen. Vandaar dat ik al zei, tot die prijs gewoon hoog blijft liggen. Oh, en ik heb mijn nagels gedaan. Lekker de regenboogkleurtjes. En we zien hoor. Dan gaan we even de barcode scannen, want dat is het makkelijkst. Hij is 172 euro waard. Daarom. En ik heb hem voor een stuk minder over kunnen nemen. Dus dat is wel echt heel top. En ik ben er gewoon heel blij mee. Dus ik dacht, zal ik die nog even laten zien voor de vakantie gaan. Want ik ga gewoon echt over een uur of zo ergens. Ik hoop dat de video een beetje op tijd op YouTube komt te staan. Nee, ik heb er wel zin in. Dus nogmaals, ik ben 5 dagen even non-actief op YouTube. Als je vragen hebt, mag je zelfs nog altijd stellen. Ik kan wel gewoon antwoorden. Ik heb er wel gewoon wifi. Maar geen pc mee. En ik hoop dat jullie ook van het lekkere weer kunnen gaan genieten. Want ja, het wordt natuurlijk deze week prachtig weer, heb ik begrepen. Dus voor degene die op tijd klaar zijn met werk, school of gewoon een dagje vrij zijn, geniet ervan. Smeer je goed in, verbrand niet. Heb ik vorig jaar gehad op mijn rug. Oh, dat deed pijn. En ja, ik hoop dat jullie een leuke 5 dagen zullen hebben waar ik niet bij ben. Ik ga in ieder geval genieten. En dan zie ik jullie weer over een paar dagen. En dan zit de video erop. En dat is een korte maar krachtige video. Maar het is volgens mij wel gewoon duidelijk. Bye.